doorvaren na een dodelijk ongeluk. Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Een man uit Oosterbeek is er voor opgepakt. Hij zou namelijk na een botsing op het water waarbij twee mannen overleden er vandoor zijn gegaan. Verder vandaag, commotie om dit omstreden kunstwerk in Barneveld. Als er een god is, dan is er waarschijnlijk maar eentje, zeg maar. Dat denk ik. En dat wilde ik hiermee laten zien. Veel kleine vossen. Groot koolwitje, citroenvlinders. En welke vlinders zaten er dit weekend in uw tuin? Het was een heerlijke avond om te varen, maar het liep vreselijk fout af. Op de Vinkeveense Platsen botsten gisteravond twee boten op elkaar. Twee mannen kwamen om het leven. Een Oosterbeker is opgepakt. Hij zou zijn doorgevaren na dat ongeluk. Het was al donker toen het hier helemaal misging. Vier mensen sloegen bij de aanvaring overboord. Twee konden worden gered, twee niet. De andere boot die bij de botsing betrokken was, ging er vandoor. En de politie zocht met onder meer een helikopter en jetskis naar de boot en naar de inzittenden. Uiteindelijk werd bij een huis in Vinkeveen een beschadigde boot gevonden. En daar is de Oosterbeker aangehouden, samen met een andere man en ook met een andere vrouw uit Zuid-Holland. En de politie onderzoekt wie die boot bestuurde en wat er nu precies is misgegaan. Dan naar Barneveld, want het moest inwoners van Barneveld prikkelen om over het geloof na te denken. Het kunstwerk met de naam Kerkhof. Maar kort nadat het kunstwerk klaar was, werd het alweer uit elkaar gehaald. Onbekend is door wie, maar zeker is dat het kunstwerk niet met liefde werd ontvangen in het gelovige Veluwse dorp. 10 houten balken met dwarsliggers, met daarop de namen van verschillende kerkelijke gemeenten in Barneveld. Zo zag het kunstwerk Kerkhof er vrijdag uit. Nu ziet het er zo uit. Alleen de balken staan er nog, de dwarsliggers en de naam van het kunstwerk zijn weggehaald. Het is niet bekend wie dat heeft gedaan. Het zouden mensen kunnen zijn hier die daar niet enthousiast over zijn. Wat niet verrassend zou zijn, want het is redelijk behoudend hier. Het is best wel een extreem werk voor deze regio. En als het buurtbewoners zijn, ja, die hebben gewoon misschien die boodschap niet helemaal goed begrepen. Dat zou kunnen. En dit is de boodschap die de mannen met het kunstwerk wilden overbrengen aan de inwoners van het gelovige Veluwse dorp. Ik denk als er een god is, dan is er waarschijnlijk maar eentje. Zeg maar, dat denk ik. En dat wilde ik hiermee laten zien. Dat is eigenlijk de boodschap. Dit zijn gemeentes die horen op een bepaalde manier hebben ze hetzelfde te vertellen. Ze geloven allemaal in dezelfde god, voor zover ik weet. Maar ze zijn toch, ja, ze lopen niet bij elkaar naar binnen. Bij het opzetten van het kunstwerk ging het al mis. De omwonenden stapten op de kunstenaars af om hun ongenoegen duidelijk te maken. Ze dachten dat we de kerk te kak wilden zetten, want dat gebeurt al zoveel in Barneveld. Ze moeten altijd Barneveld hebben, altijd de kerk hebben. En ze voelden zich enorm in het nauw gedreven, alsof het de kerk of was omdat we de kerken dood wilden hebben. Morgen gaan de mannen proberen te achterhalen wie hun kunstwerk vernield heeft. En of ze in de toekomst weer een controversieel kunstwerk zouden neerzetten? En zonder twijfel. Zonder twijfel. Ja. Boodschappen moeten gebracht worden. Soms moet je gewoon een boodschap brengen. Ja, en volgens omwonenden die niet in beeld hun verhaal wilden doen, heeft de gemeente Barneveld het kunstwerk uit elkaar gehaald na een klacht van een van hen. 1, 2 of 3 vlinders. Het hele weekend hebben mensen in heel Nederland in hun tuin bijgehouden hoeveel vlinders er voorbij komen fladderen. De Vlinderstichting die kan zo in kaart brengen hoe het met de dieren gaat. En dat is hard nodig, want elk jaar worden het er minder en minder. Ook vlinderfanaat Henry Peters uit Hal bij Brummen. Die telde mee in zijn vlinderparadijs. Sommige mensen noemen mij volgens mij de vlinderman. Er zit wel een kern van waarheid in. Ik kan niet meer rondlopen ergens zonder te kijken of er ook nog een vlinder aanwezig is. Of dat er iets bijzonders aanwezig is. Ik ben altijd alert op wat er om me heen vliegt. Je bent eigenlijk net zo onrustig als die beestjes zelf? Eigenlijk wel. Het is een soort van verslaving. Toen ik klein was, gingen we met mijn broers proberen om met een vlindernetje zoveel mogelijk verschillende vlindersoorten te vangen. Ik denk dat ik 1 jaar of 6 was, 5. Maar ik kwam elke keer met hetzelfde vlindertje terug. Terwijl ik toch dacht dat het een zeer bijzonder vlindertje was die ik dit keer gevangen had. Tot vermaak van mijn broers, denk ik. Een jaar of 3 geleden was
eigenlijk alleen dit platje zoals het is en al het gras. Er was ook vlindertuin, dus vol met bloemen, struiken en alles wat geschikt was om vlinders naar de tuin te lokken. Maar? Ja, met een gezin gaat dat niet altijd goed. Je hebt ook speelruimte nodig. Dus voor mijn dochter is het fijn om iets meer ruimte te hebben om, en niet alleen voor de vlinders te zijn. Hey, er kwam een vlinder in mijn huisje. Ja. Gisteren ben ik voor één vlinder naar Groningen gereden. Daar zat een soort die ik al bijna 20 jaar niet meer gezien had in Nederland. En dat vind ik dan toch de moeite waard om hem toch even op te zoeken. Dit is hem, de rouwmantel. Ik heb veel vlinderlokkende planten in mijn tuin. De vlinderstruik is natuurlijk zeer bekend. Kattenstaart doet het altijd erg goed. Beemdkroon, dropplant. Vlinderlui lekkerland. Daar is het hier zeker. Kijk, daar zit nog een distelvlinder. Die aan het eten is om gauw terug te kunnen, of straks terug te kunnen vliegen naar Afrika. Veel kleine vossen. Groot koolwitje, citroenvlinders. Ja, de Nieuwsweek die zit er bijna op en we blikken zo terug op een erg natte week met extreme hoosbuien. Maar ook op een schietpartij in Apeldoorn. Ik sta nog steeds redelijk te trillen van de adrenaline en de schrik. Dat en meer zometeen in ons weekoverzicht. Maar eerst de open dag van NEC. Honderden supporters kwamen vandaag naar Nijmegen om te kijken naar de nieuwe selectie. Ondanks een slecht seizoen met degradatie naar de eerste divisie laten NEC-fans hun club niet in de steek. De fanatieke aanhang wil maar één ding, zo snel mogelijk weer promoveren. Ja, je bent supporter en je blijft supporter, dus je maakt het hele seizoen af. En nou hopen we maar een betere tijden. En wat denk je dat er komend seizoen gaat gebeuren? Alles winnen. In Zutphen hebben zo'n 1000 mensen meegelopen in een stille tocht voor Rowan Bats. De jongen van 12 kwam om bij de vliegramp in Oekraïne. Als je met de mensen praat, dan, ja, goed, dan merk je het wel hoe het leeft. We hebben straks een interview ook gehad met de kinderen van de school. En ja, goed, die zien het in hoe en wat er is gebeurd natuurlijk met Rowan. En dat ze hem missen. Ja, heel moeilijk vooral. Je denkt er altijd aan en je kan het nog niet afsluiten. Rowan was mijn neefje. Moeilijk, zwaar. Vooral het niet weten hoe of wat. En ja, het is zo dichtbij. Dat is wat ik geloof. Oh, 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 ik zie je terug, raak je nooit meer kwijt. Ja, voor altijd. Voor altijd. Oh, 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 oh. Meerdere brandjes vannacht in Oldebroek. Een afvalcontainer ging daar in de fik. En korte tijd later ging een schuurtje in vlammen op. En ook nog een paar andere containers. Bij de eerste brand is door getuigen één man gezien. Bij de schuurbrand zijn twee mannen gezien. En de burgemeester roept nu mensen op die meer weten om de politie te bellen. En dan nog wielrennen. Bij de profronde van Tiel zijn dopingcontroles gehouden bij de amateurs. En dat is voor het eerst in ons land. Het moet ervoor zorgen dat er ook bij de niet-profs geen stimulerende middelen meer worden gebruikt op de fiets. Hier staan ze nog aan de start, de amateurs die meedoen aan het criterium van Tiel. Maar ze weten niet dat even verderop de dopingautoriteit in het geheim 8 testen heeft klaarstaan. 8 renners worden uitgeloot voor een standaard dopingtest. De dopingautoriteit wil ook controles bij de junioren houden. Allemaal om het gevaar van doping zo vroeg mogelijk duidelijk te maken. Kijk, ook in de onderste regionen. Ik denk dat men ook probeert het te behoeden. Hè, dat mensen
een stapje te ver gaan. Maar ook gewoon, ja, het moet in de beleving moet het gewoon helemaal schoon zijn. En ik denk, onderste regio, dat betekent ook jonge jongens. Ik ben zelf al wat ouder. Maar ik rij ook met twintigers die misschien wel weer een stapje hoger op willen. Dus ik denk gewoon goed is om dat gewoon helemaal uit te sluiten. Tiel heeft dus de eer om als eerste de dopingautoriteit over de vloer te hebben. En dat zal in de toekomst dus vaker gebeuren. Ik denk dat het een goede zaak is dat iedereen donders goed weet als ze met hun sport bezig zijn, dat er populair gezegd niet gepakt mag worden. En dan de belangrijkste en opmerkelijkste Gelderse nieuwsverhalen samengevat. Dit is ons weekoverzicht. Zware onweersbuien met hagel- en windstoten zorgen begin van de week voor wateroverlast in een deel van onze provincie. Autorijden is bijna niet mogelijk in dit weer. En als het al lukt, moet de auto het ook aankunnen. We probeerden weggetjes te vinden waarvan we dachten, nou, dat lukt wel. Nou, toen kwamen we hier. En opeens houdt ook de motor op. Dus dat is ook heel diep, hoor. Op verschillende plekken in Gelderland worden stille tochten gehouden voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Nick van Vreeswijk verloor zijn moeder en broertje bij de ramp. Hij loopt mee in Duiven. Ondanks dat het verlies hetzelfde blijft, je bent en blijft gewoon je mensen kwijt, is het toch wel fijn om te zien dat het hele land erbij betrokken is. Dat zijn dit soort dingen alleen maar fijn en die helpen er ook bij het verwerken ervan. Te weten dat er zoveel mensen zijn die achter je staan en dat helpt ontzettend. Gelderse varkensboeren hebben forse kritiek op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hun bedrijven moesten 3 weken op slot omdat moest worden onderzocht of een verboden antibioticum bij hun varkens werd aangetroffen. Misschien kunnen ze een voorbeeld nemen aan onze buren in Duitsland. Die konden met een paar dagen alweer varkens vervoeren. Tot grote opluchting van de boeren wordt er bij de varkens niks gevonden. Ik sta nog steeds redelijk te trillen van de adrenaline en de schrik. 2 keer schiet een politieagent in Apeldoorn op een verwarde man om hem onder controle te krijgen. De man viel even daarvoor al een buurtbewoner aan. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de schietpartij. We wisten het al eventjes, maar onze Achterhoekse trots Guus Hiddink is nu officieel de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De succescoach uit Varsseveld gaat de komende 2 jaar oranje leiden. En dan krijgt u nog het weer vanavond met Britta van Gent. Ja, we hadden vandaag weer prachtig weer in de provincie met heel veel zon en ook weer hoge temperaturen. En er kwamen dan ook weer hele mooie plaatjes binnen vandaag. En die opklaringen die konden we ook heel goed terugvinden op de satellietbeelden. Nou, dit is in ieder geval nog die storing van gisteren. Plaatselijk leverde dat in Gelderland zelfs nog wat wateroverlast op. Maar vandaag zaten we ruimschoots aan de achterzijde daarvan met dus mooie brede opklaringen. Nou, ook vanavond nog flink wat ruimte voor de zon, maar ten zuiden van ons ligt al wel het een en ander klaar. Later vanavond dan ook een enkele regen- of onweersbui in de provincie. En vannacht ja, geleidelijk toch dikker wordende de bewolking en op steeds meer plaatsen wat regen, mogelijk ook weer met wat gerommel. De temperaturen die dalen tot ongeveer 15 graden bij heel weinig wind. En morgen beginnen we dan met toch een wat gesloten wolkendek. Op diverse plaatsen valt ook nog wat regen, mogelijk ook weer met een klap onweer, maar gedurende de dag, met name in de middag, komen we langzaam aan de achterzijde daarvan uit en laat de zon zich weer vaker zien en wordt het ook overal weer droog. Nou, met toch iets meer bewolking dan vandaag gaat de temperatuur ook minder snel omhoog. De graad of 22 komen we morgen op uit en daarbij een zwakke westelijke bries. Nou, uiteindelijk dinsdag dan weer een prachtige dag met heel veel zon en zo'n 23 graden. Woensdag weer een paar buien en daarna komen we weer in wat rustiger vaarwater. Een afwisseling van zon en stapelwolken en overwegend droog weer. En wat de temperatuur betreft zien we een stijgende lijn. Dinsdag zo'n 23 graden en vrijdag alweer 27 graden. En het was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat een oosterbeker is opgepakt en dat hij er in een bootje vandoor zou zijn gegaan na een dodelijke aanvaring. En u zag ook dat er gedoe is in Barneveld om een omstreden kunstwerk over het geloof. Dit was voor nu, maar online vindt u nog veel meer op onze site gld.nl en via onze app. Graag tot later. Fijne avond.